Afval is tegenwoordig geen afval meer, het zijn grondstoffen. Onlangs is gestart op het afvalbrengstation in Woerden met het innemen van goederen die misschien best nog wel bruikbaar zijn. Het was een proef van 2 weken. Die proef is inmiddels afgerond. En over de resultaten van die proef en hoe dat nu verder gaat, praat ik in de studio met wethouder Jelmer Vierstra. 2 weken is het geprobeerd, hè? Het innemen van allerlei spullen. Wat kwam er zoal binnen en is het gelukt? Is het gelukt? Het is zeker gelukt. Althans, de partij met wie wij dit samen gedaan hebben, hè, de sociale onderneming De Terugwinning, die is enthousiast over wat ze allemaal gevonden hebben. Die hebben daar in ieder geval nog spullen uitgehaald die zij in hun winkel voor €150 nog hebben kunnen verkopen als tweedehands producten. Nou ja, dat zijn dus producten waar kennelijk mensen nog geld voor over hebben en die bij ons via de container anders vernietigd zouden worden en op z'n best gerecycled zouden worden. Dus de aanname klopte dat er nog best veel goed bruikbare spullen ingeleverd worden bij de Milieustraat. Maar die proef die was natuurlijk bedoeld om te kijken of dit de gewone gang van zaken zou kunnen worden. Dat je voordat je spullen echt in de container ter vernietiging gooit, of misschien ook nog wel voor hergebruik, maar dat het daarvoor er al uitgehaald wordt en dat het kan worden hergebruikt. Gaat dat door? Wordt dat straks de gewoonte? Nou, dat hoop ik. Waar is dat van afhankelijk? Nou, het heeft een beetje ook met wetgeving te maken. Dus zodra afval of mensen hun spullen de poort van de Milieustraat hebben binnengereden, dan is het formeel afval. En dan mag je er eigenlijk niks anders meer mee dan het als afval verwerken. Dat is ook waarom we voor die opstelling hadden gekozen dat mensen vlak voor de ingang even gevraagd werd, mogen wij even kijken of er nog waardevolle spullen tussen zitten. Dat was nu onder een tentje, even 2 weken in de winter. Nou, niet echt een model wat je jarenlang wil volhouden. Dus we gaan nu wel kijken of dit op een of andere manier professioneler en duurzamer te organiseren is. Maar waar we bijvoorbeeld ook over na moeten denken is, nu hebben we deze proef samen met De Terugwinning gedaan. Nou, er zijn andere ondernemingen die inmiddels contact hebben gezocht en die gezegd hebben, dat vinden wij ook wel interessant om daar eens in te kijken. En we kunnen als overheid natuurlijk niet exclusief 1 ondernemer helpen met proberen hier zijn geld mee te verdienen. Dus we moeten ook nog een model verzinnen hoe iedere ondernemer daar gelijke kansen heeft om iets met die waardevolle grondstoffen te doen. Komt er in het verlengde hiervan een nieuw beleid op het gebied van afvalstoffen, of moeten we zeggen grondstoffen? Wat gaat dat inhouden? Nou, we hebben in 2015 natuurlijk de afvalinzameling aan huis echt anders georganiseerd. Hè? En de resultaten daarvan waren best goed. Hè. Tot 2015 hadden we ongeveer 208 kilo afval per persoon per jaar in Woerden. Nou, toen zijn we met dat systeem begonnen dat mensen een beetje geld terugkrijgen als ze minder restafval aanbieden en dus beter hun afval scheiden. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk zo rond de 160 kilo per jaar zaten in 2018, 2019. Nou, daarna kwam corona. Dan zag je ineens afval weer toenemen omdat mensen natuurlijk veel meer thuis consumeerden en spullen bestelden die met veel verpakkingsmateriaal thuis kwamen. Inmiddels zijn we weer normaal, zeg maar, dit jaar. En we zien nu het afval weer op ongeveer 162 kilo per persoon per jaar zitten. Maar eigenlijk was de ambitie om naar 100 kilo te gaan. Dat is ook wat een soort rijksdoelstelling is, om maximaal zoveel restafval over te houden. En we zien dat andere gemeenten dat ook redden. En dat zijn gemeenten die qua bevolkingssamenstelling, qua type huizen, aantal flats, best vergelijkbaar zijn met Woerden. Maar die doen dat toch veel beter. Nou, dat is beter voor het milieu, dat is beter voor de portemonnee van de mensen. Dus onze ambitie is wel om daar echt nog veel werk van te gaan maken. En daarom gaan we een nieuw grondstoffenbeleid maken. Wat gaat er dan veranderen? Waar wilt u naartoe? Minder, dat is duidelijk, maar hoe? Ja. Nee, dus het gesprek met de gemeenteraad en met de samenleving erover moet nog helemaal beginnen. Ik ben best trots op hoe het huidige afvalbeleid tot stand is gekomen. Ik weet of je ze nog kan herinneren met het kliko-stemmen. Ja. Hoe wij daar destijds de hele Woerdense bevolking hebben gevraagd wat zij het beste idee vonden. Dus we zijn zeker aan het kijken naar hoe we de samenleving weer kunnen betrekken bij de keuzes. Maar waar het eigenlijk om gaat zijn 2 grote vragen. De eerste is wat is het systeem van afval inzamelen? We hebben nu gekozen voor die beperkte beloning voor het minder aanbieden van restafval. Nou, we zien dat dat helpt. In heel veel andere gemeenten doen ze het andersom. Daar betaal je voor het aanbieden van restafval. En daar zien we wel dat je die prikkel dan wat groter kan maken. Want een beloning betalen, daar heb je geld voor nodig. En
iemand laten betalen. Daar heb je als overheid geen geld voor nodig. En dat daarmee ja, toch wel hogere scheidingspercentages gehaald worden dan wij in Woerden hebben. Dus daar gaan we het met de raad en met de inwoners over hebben. Moet dat systeem veranderen? En daarnaast denken wij dat er nog heel veel winst te boeken is door voor specifieke afvalstromen het leven van onze burgers makkelijk te maken. In de binnenstad, in de hoogbouw, kan je eigenlijk je GFT nog niet scheiden. Nou, ik vertelde net al, 35% van het restafval is nog GFT. Ja, daar betalen wij de hoofdprijs voor, terwijl daar prima compost van gemaakt kan worden. In de loop van dit jaar kunnen we het oude afvalbeleid weggooien, begrijp ik? Zeker. Oké, dank u wel.